Dit racewagentje is het product van een jeugdige inwoner van Alkmaar die het in een maand tijd gebouwd heeft. Het is zo licht als een speelgoedauto. Onafhankelijk geveerd. Met massief rubberbanden. Het wagentje heeft een 1,5 pk tweetakt motor van 98 kubieke centimeter. Is zuinig met benzine, want het rijdt 1 op 25. Het chassis werd gemaakt van naadloze elektriciteitsbuizen. De carrosserie bestaat uit aluminiumplaat. En het aardigste is nog dat het werkelijk rijdt. En nog wel 60 kilometer per uur. De Volkswagen 1947.